hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video en deze keer weer een korte tutorial en die gaat over het scannen van de nieuwe kroon trailers onlangs is de nieuwe kroon trailer dlc uitgekomen en um, ja er zijn nog geen templates voor tenminste ik heb ze nog niet gezien en uh, na nou wat speurwerk en uh, wat uh, zelf hebben getest en gedaan denk ik van ja dit is wel even heel leuk om ook weer met jullie te delen. Als je op een simpele manier toch een scan op de mooie ChromeTraders wilt hebben, uh, de ChromeTraders. Nou, uh, het hele verhaal dat haal je uit de dev en de base files weg. Uh, hoe je die moet uitpakken, dat heb ik in een andere video al eens een keer uitgelegd. Dat ga ik nou niet doen. Wat ik wel even wil laten zien is de dlc kroon als je elke keer als er weer een nieuwe update uit is komt er ook weer een nieuwe uh, dev en base files uit dus in deze keer dus de 1.32 en dan zit dus als je de dlc van de kroon hebt gekocht dan zit deze er ook weer dus die moet je eventjes mee uitpakken met de dev en de base files. Nou hoe dat werkt dat heb ik nogmaals dat heb ik in een andere tutorial een keer gezegd dus dat ga ik niet weer doen um, dat zal jullie vast wel gaan lukken. Dus die DLC-kroon moet je wel even hebben. Goed, wat je dan het beste kunt doen, is even een nieuwe map maken op je bureaublad. Die noem je Vehikel. Daarin maak je een nieuwe map. En die noem je Trailer-Owned. Even goed om te denken dat je even goed gaat zomaar in de dev en de base file wel even open kunnen zien. Daarin maak je een nieuwe map, die noem je Upgrade. En daarin een nieuwe, die noem je De Paintjob. En die is nou nog leeg. Nou, als je die mappen hebt gemaakt, gemaakt de, de vehikel, trailer, upgrade en paint job, dan ga je even naar de dev en de base files. Ga je naar dezelfde map toe. Ook naar de vehikel. Zie, trailer-owned. Nou, dan moet je even goed omrekenen, dat je dat goed overneemt zoals het hier ook staat. Want anders werkt het niet. Dan ga je ook even openen, dan ga je naar de upgrade. De. Paint job. op, dan zie je een rijtje staan. Nou, dan pak je de cool Liner, de dryliner en de profiliner en dan rechtermuisknop erop kopiëren. Even naar die nieuwe map die je gemaakt hebt, plakken en dan heb je als het goed is de hele boel erin staan. Dus niet wegslepen, want dan is de kans groot dat je ze hier kwijt bent. Dus dan moet je de kroon DLC weer opnieuw uh, gaan uitpakken in een de Defender Base Files. Dus even kopiëren. Naar je nieuwe mapje die je gemaakt hebt op je bureaublad. Nou, dan ga ik hem even openen. Ik ga niet alles voor doen. Ik ga geen nieuwe dikke scans maken. Maar dan duurt het tutorial veel te lang. En bovendien, dat kunnen jullie allemaal zelf. Als je bijvoorbeeld de toweliner, de profiliner, opent, zie je ook weer een rijtje staan. Dan ga je naar de onderste naar de profiliner. En dan zie je hier soortgelijke uh, bestanden. Als ook weer in de eigen trailers in die templates uh, zitten. Of in die, in die setup, example setup. En dan denk je van, nou, nou, zou, dit zou dan wel ongetwijfeld die coolliner zijn. En dit de uh, touwliner. Nou, dat is er niet zo. Als ik deze open, dan zie je hier de template van de lange trailer. En als ik deze open, dan zie je hier de, trailer van de, de template van de korte trailer. Zie je wel? Dus dit zijn eigenlijk de scans van de touwlijner die erin zitten. Nou, uh, je kunt. Uh, Bijvoorbeeld de templates gaan openen um, van je eigen trailers. En dan zul je zien, uh, dit is dan de korte, dat het helemaal andersom erop staat. Ik ga wel even, even als voorbeeld even doen: kopiëren en dan plak je hem hier even overheen. Dat is een nieuwe laag. En dan zie je dus wel, ik zal hem even wat doorzichtiger maken. Dan kun je wat verschuiven die kant op. Oh. Nou ga ik alweer uh, dingen doen die niet kloppen. Zo. Die een beetje aan de kant. En dan zie je wel. Dat het eigenlijk heel anders erop staat. Zie je wel. Dus op zich zou je hier wel mee uit de voeten kunnen. Alleen. Uh, nou is het zelfs ook nog zo, volgens mij. Ja, nee, dat klopt wel. Dit is wel de bovenste, dat is de rechterkant en de onderste is de linkerkant, dus dat klopt wel. Als je deze zo een beetje overheen legt, dan zou je ongeveer een klein beetje kunnen inschatten hoe het dat, hoe dat eruit ziet. Nou, als je nou je eigen. Uh... Maar dan zie je wel als je deze hier overheen doet, dat deze dan weer niet klopt. Dus dat je kan hier op zich, zou je zo een scan kunnen maken, ik, 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 ik heb het niet gedaan. Uh, dus ik ga deze ook weer verwijderen, maar het, zo kun je dus, dus ongeveer een klein beetje inschatten. Hoe groot het is de zijkanten zijn en de achterkant. Ik haal hem er even weg. Als ik een nieuwe scan erop ga maken. Dan ga ik er vanuit dat dit één zijkant is. En dat kan ik beter even in een nieuwe laag doen natuurlijk. En dan pak ik gewoon die hele template even mee, de hele zijkant. Zo ongeveer. Ik geef hem gewoon even een kleur. Dat is als het goed is. De rechterzijkant. En dit is als het goed is de linkerzijkant. En dan is dit de achterkant als het goed is. Dit is wat er op de achterkant staat. En hieronder daar haal je nog een vlak over voor als het goed is de Voor het dak. Ik kan nog een rij maken. Zo. Dit is gewoon even puur om, om, om te laten zien wat nu wat is. Um, Oké, okay, nou als je klaar bent met je scan, dan is het gewoon een kwestie van opslaan. En er even om te denken dat je hem opslaat als een DDS. En natuurlijk wil je dat vervangen. En dan is het lage Samenvoegen, klaar. Die kan wel weg, want die heb ik niet nodig in dit geval. En dan gaan we de lange touwlijn ook nog even ook weer even een nieuwe laag nou, Dat scannen, dat kennen jullie wel allemaal. Eigenlijk gaat het op dezelfde manier weer, dus ook die korte uh, Nou, hierbij kan ik uh, de kleuren even weer anders doen Dat is een kwestie van zelf even proberen zelf even kijken van um, hoe komt die scan erop? Want bij de touwlijn werkt het weer anders dan bij de dryliner en de coolliner. Dus daar moet je even om denken. Dat je uh, zelf even goed. Nou, die kan ik wel even een andere kleur geven. Maar dit valt natuurlijk weer niet op. Zo. Hoe dat uitkomt met de. Uh, uh, wat zou ik weer zeggen? Met de scans. Want zoals hier. De achterkant is, zoals je bij de draailijn, is hier weer wat, ja, net iets anders. Dus dan moet je zelf even, uh, zelf even omdenken hoe je dat, uh, hoe je dat doet. Nou, je kan hier ook zeggen van, joh, die achtergrond, die wil ik niet mee hebben. Of, ik zeg, de hele achtergrond, die moet, uh, zwart, ik noem maar wat. Nou, klaar. Maakt niet zoveel uit. Waar het hier op gaat, is even opslaan. Nogmaals, dit scan maken, dat kunnen jullie allemaal zelf. Het gaat puur in om te laten zien hoe maak ik een scan op die kroonopleggers. Um, zo, nou, dit zijn dus weer de, dit is weer de kleur van de accessoires. Kun je kunt dus net zoals bij de eigen trailer ook veranderen. Opslaan. Deze keer vraagt hij niet om een DDS-bestand. En dit is de kleur van uh, het chassis. Uh, even kijken of ik hier nog een, ja, dit is de kleur van het chassis. Van, uh, vooral met het dubbele opleggen dan kun je dat zien. Nou, nou heb je gewoon de touwlijn er alweer gehad. Ik ga ze niet allemaal doen, maar wil je de Drijflijn er ook doen. Dan ga je hier even toe, zoek je hem daar even op, en weer hetzelfde verhaal. Ook hier zie je één. Dat is voor de lange, want alleen de touwlijn er heeft een, een kortere oplegger erbij. Hetzelfde verhaal weer. Dit is ook gewoon weer de zijkant. En dit is een zijkant en dit is de achterkant. En hieronder heb je de ruimte voor het dak. Als je die eventueel nog wilt peinten. Nou, en zo is het ook met de Cool opleggen, nogmaals, ik wil er even op wijzen. Je moet er even om denken. Met de koellijn cool is het ook zo. Dat die, je kunt zeg maar niet zeggen van, goh, ik pak de lange touwlijn, scanner, die plak ik hier gewoon even op en klaar. Maar dan zul je zien dat de achterkant er even net iets anders is. En dat ook de vlakken of de zijkant net even weer wat anders erop staan. Dus daar moet je even goed om denken. Dat is een kwestie van even, nou ja, even proberen, even wat verschuiven en doen. Maar dat gaat vast wel lukken. Nou, als je klaar bent met het hele verhaal, dan is het niks anders dan, ik zal deze weer aan de kant doen. Uh, de vehicle kan even toevoegen aan het archief. Eerst even op zip. Die moet je even aanvinken. Uh, volgens mij had ik al een uh, Croetest.scs mod erin. Die klik even op opslaan. En dan maakt hij de mod. En hier heb je de mod als het goed is. Even kopiëren. Naar je modvolle van Eurodruk. En in dit geval zegt hij van vervangen, want ik had al even een test gedaan. Maar bij jullie komt hij er gewoon in te staan als dat goed is. Even kijken. Nou, en dan had ik het opgestart en dan even bevestigd. En dan gaan we eens even kijken of het inderdaad ook zo is wat ik hier net heb zitten te vertellen. Altijd even weer spannend, altijd even weer uh, afwachten of het inderdaad ook zo is. Of het helemaal is gelukt. Want ja, soms dan doe je wel eens dingen wat te, wat te vlug in je enthousiasme. En dan, uh, hier kun je dus kiezen uit je standaard trailer of de kroontrailer. Nou, in dit geval de kroontrailer. En zo zie je maar weer, ik heb alleen de, de toutliner gedaan. Nou, pakken we deze eerst even erbij. En dan zie je weer de zijkanten. En uh, nou heb ik dus, uh, de, bij deze trailer had ik dus de achtergrond helemaal zwart gedaan, zie. Dus nu zie je ook dat er, wat er nou allemaal zwart is. Nou, als je nou het dak anders wilt hebben, dan moet je dat stukje onder die zijkant even anders doen. En dan uh, verandert het dak natuurlijk ook. En je ziet de achterkant. En wat het leuke is, bij deze, kijk, de accessoires, die had ik een andere kleur gegeven, zie. En die kleur krijgt dus ook de achterbumper. Is echt heel erg leuk. Nogmaals, als je het dak wil doen, nou, dan moet je even onderaan zijn, zeg maar onder de ene zijkant moet je even uh, de kleur geven in een vak met een kleur wat je wil. En de zijkant kun je je tekst op doen van alles en nog wat. Uh, nou, de dubbele had ik even net een andere kleur gegeven, zie. En zo gaat dat wat. Zo kun je dus heel gemakkelijk die eigen scan op de kroontrailers trailers uh, maken. Nou, ik zal de draayline er nog even laten zien. Hè, dat is uh, op zich net zo'n verhaal. Alleen de templates hier kun je ook wel zien. Hier zit nog een stukje ruimte onder. De template loopt niet helemaal door naar onder toe, net zoals met de touwlijnen. Dus als je de scan net zo, maakt, zo breed maakt als dit, wat hierop staat, dan heb je het onderste stuk dus niet gepaint. Dus dan moet je even denken, als je hier toch een hele, een beetje een grotere, grotere scan op wilt hebben, of een zijkant, dan moet je hem even, even wat groter maken. Nou goed, voor de rest is het gewoon zelf even uitzoeken, zelf even wat testen en doen hoe je dat wilt hebben. Dat uh, ga ik nou allemaal niet voordoen. Ik heb dus alleen de, de touwlijn er even gedaan om jullie puur even te laten zien hoe dat nu werkt. En uh, zo zie je dus ook de accessoires. Als je die zwart maakt of rood, dan krijg je dus deze dussel die krijg je dus gewoon in dezelfde kleur. En dat is dat het uh, verhaal waar ik de laatste heb gezegd. Hè? Want je het kleine blokje, dat kleine streepje even moet veranderen. Dus bij de kroontreller is donkerblauw. Nou, dan kun je mooi je eigen kleuren doen wat je wil. Nogmaals, de achtergrond uh, kun je ook een kleur geven, nou, dan krijg je dit wat meer. En uh, nou, zo kun je dus mooi je eigen scans erop wat op maken. Is allemaal erg leuk. Het is heel gemakkelijk om te doen. Een ken kan er wat doen, zeggen ze dan. Uh, ik zal eens even kijken of ik zelf mijn eigen. Nee, ik heb al een test erop gedaan. En uh, ja, het is niet zoveel heel veel werk. Normaal, het is even een kwestie van een nieuwe map maken. En dan hetzelfde verhaal hier eigenlijk, wat ook in de dev en de base file staat. Diezelfde mappen doe je hier even in. En dan uh, zie je hier vanzelf de templates in staan, zoals die erin zitten in het spel. Nou, dit is bij de dryliner, of bij de coolliner. is dit. Bij de draailinder is het zo als je deze vlakken gaat overschilderen, nou, dan hou je nog een klein stukje over wat hier de kleur van de trailer heeft. Dus als je zegt van ik wil die hele afbeelding op de hele trailer hebben, dan moet je deze iets groter maken. Nogmaals, dat is een kwestie van zelf even proberen, zelf even kijken en testen. Hoe komt de scan erop te staan? Dus daar ga ik me nu niet zo goed niet zo, niet zo mee bezig houden. Dat is helemaal jullie zelf. Nou, als je die scan klaar hebt, sla hem even op als een DDS en dan zegt hij wel van archief vervangen. En dan krijg je dit als resultaat. Ik heb mijn eigen scan even op de trailers gezet. Ik kan hem al even laten zien. En dan zie je hier ook, de, dit is de draailein eraan. Nou, dit is dus het, wat ik bedoelde met... Uh, met het verhaal van die zijkant. Ik heb nog even de hele zijkant dezelfde kleur gegeven. Maar je kan hem dus. Als je net de afbeelding doet, de dus scan net zo doet als dus de grootste afbeelding. Dan komt hier dus de lijn te zitten. En dan is dit dus donkerder. Nou, ik heb hem even zo gemaakt. Dat maakt in ieder geval uit. En de achterkant van de dryliner. En de andere zijkant. De dubbele touwliners. Ik vind het een hele prachtige, mooie DLC van. De kroon oplegger. Nou hier de cool trailer. Hetzelfde verhaal ook weer. En de platte oplegger kun je natuurlijk in het spel de kleur geven die je zelf wil. Dus uh, ja. Allemaal niet zo moeilijk. Zo kun je er heel wat moois van maken van je eigen Trailer. Het is allemaal wat eenvoudiger als dan gewoon de eigen trailers te, te peinten. Dat is even een ander verhaal. Dat komt omdat er ook templates bij zitten. En zo maak je de eigen matten voor. Maar in principe zou je dus ook die eigen trails op deze manier uh, kunnen scannen. Dat kan ik nog wel even laten zien. Vehicle. En dan ook de eigen trails weer. Upgrade. Paintjob. En dan kies je voor de SCS box En dan. Ja, nee, dat is toch een ander verhaal. Hier zie je dus al die standaard scans die erin zitten. Het is wel hetzelfde verhaal wat ook in die example setup zit. Dit is ook de grote touwlijn erin, het is precies hetzelfde verhaal. Hier zie je dus de scans erop, die uh, SCS er standaard op heeft. Dit zijn dus die variabele kleuren. Uh, nou, Dan gaan we hier eens dus even bij en zo moet je er zelf eens een beetje uitvinden. Dit is de scan die er dus op die lange oplegger zit. En hierbij. Uh, kun je dus wel die templates even, uh, even openen. Die in die uh, exempel uh, zitten van de eigentrail scannen. En uh, die kun je daar dan even overheen plakken als je wil. En dan zie je, als dat goed is, hoe ze dan van SCS, dus die scans erop hebben gezet. Nogmaals, als je daarmee bezig gaat. En je wilt deze uit de dev base files gebruiken. Kopieer hem dan eventjes naar je bureaublad. Nooit in de dev base files gaan zitten de prutsen, want ja, dan ben je het kwijt. En dan moet je dus weer opnieuw die dev and base files gaan uitpakken. Nou, dat is niet nodig. Even kopiëren naar je bureaublad. En dan zie je dus hoe die lijnen op de template staan. Nou, zo kun je dus ook zeggen: van oh, ik wil, uh, ik wil uh, mijn eigen. Scans maken met eigen strijving, maar dan, dan weer net iets anders of andere kleuren of wat dan ook. Nou, zo kun je het dus mooi overnemen. Dan pak je gewoon die template en dan uh, plak je die er even overheen en dan kun je dus zien hoe die lijnen lopen. En dan uh, kun je dus zien uh, hoe die scans erop staan. Nou, dit is weer een andere volgens mij. Uh, er staan verschillen in. Zie je, de lijn loopt weer anders. Dat is trouwens ook wel even leuk. En dan stop ik er ook weer mee. Um, dit is inclusief de streep maar op de achterkant en de voorkant. Zie, als je nou een strijping hebt wat ook voor en achter hetzelfde moet. Je denkt van ja, hoe krijg je nou die lijnen op dezelfde hoogte? Nou, hoef je ook niet meer mee zitten te klooien. Want zie, dit is de scan van SES. Nou, zo staat hij dus op de templates. En zo kun je het ook zelf heel gemakkelijk overnemen. En ook die lijnen op één hoogte krijgen. Dit is de achterkant, dit is de voorkant. En dan kun je ook mee schuiven wat je wilt op, op wat van hoogte je dan wil. Maar als het goed is, krijg je dan de lijn op dezelfde hoogte. Echt heel erg leuk. Ik zou zeggen, ga gewoon er wat mee aan, aan, de, aan het stoeien. Nogmaals, als je wat in de Dev en Base files vindt en zeg je, daar wil ik mee aan de gang. Kopieer hem even naar een nieuwe, nieuwe map op je bureaublad. Of zo even op je bureaublad. En ga vanuit daar even de mee aan de slag en dan uh, ja zo kun je dus gewoon heel wat moois maken nou ik hoop dat jullie hier wat aan hebben uh, ik heb mijn best gedaan om het wat weer duidelijk uit te leggen en uh, ja ik hoop dat het jullie allemaal gaat lukken nogmaals het is niet zo moeilijk als bij de gewone eigen trail scans skin, uh, maken die kun je zo er even over plakken en uh, ja de, er even een mod van maken en dan is het klaar veel sneller veel gemakkelijker en de kroonopleggers zijn natuurlijk ook heel erg leuk. Uh, bedankt voor het kijken alvast en uh, heel veel plezier ermee en heel veel succes en uh, tot een volgende keer maar weer.